Ja, we nemen overigens alleen de presentatie op voor de mensen. En dus alle vragen en discussie, die wordt verder niet opgenomen. Alleen de presentatie, zodat mensen die nog een keer kunnen nakijken. En we krijgen daar redelijk veel vragen over van mensen die dat graag willen benutten om in hun eigen tijd kennis bij te spijkeren. Goed, mijn naam is Jasper Kandel en samen met Mieke Moeilijker presenteer ik hier vandaag deze webinar. En ik wil het met name, of we willen het samen hebben eigenlijk over de gulpatronen van beeksystemen en ja, mogelijk de implicatie voor beekherstel. En allereerst aan jullie de vraag, en dat mag je wel in de chat antwoorden, van ja, wat zie je in deze beek wat positief zou kunnen uitpakken voor de ecologische status hiervan? Als je deze foto zou zien van de Drentse A. Wat komt dan het eerste in je op waarvan je denkt, ja, dat zou wel eens heel positief kunnen zijn voor de ecologische status? Kijk, veel mensen zeggen doodhout, variatie. Ja. Ja, precies. Nou, het is ook precies een traject waarin bewust doodhout ingebracht is in de Drentse A. Verschil in stroming kom ik tegen, structuur. Nou, en wat, ja. Kijk, veel suggesties. Ja, wat in mij eigenlijk ook deels naar boven komt, is dat hier een hele scherpe bocht ligt. En die scherpe bocht, die is ook echt typisch onderdeel van dit beeksysteem. En juist die scherpe bocht, die zorgt ervoor dat er variatie in stroming zit en in substraat. En daar wilde ik het vanmiddag verder over hebben, om dat wat verder toe te lichten en te illustreren. Hè, hoe die scherpe bochten ontstaan en ja, wat ze betekenen voor beeksystemen. Nou ja, en dan vervolgens de Asterse A, dit is een hersteltraject. Ja, hoeveel scherpe bochten tel je nou eigenlijk in die Asterse A? Hoeveel? Zien jullie er een aantal? Nul, zegt iemand. Ja, nou ja, goed, een beetje flauwe vraag misschien, maar kijken we bijvoorbeeld op die historische kaart, dan zien we toch al dat dat ook al anders is geweest. Dus dat het patroon van beeksysteem in het verleden, maar eigenlijk het natuurlijkere beekpatroon, niet altijd het beekpatroon is wat we nu nog tegenkomen. En het schoolboekvoorbeeld van meandering, wat veel mensen geleerd hebben, is dat dit meandering is. Hè? Dus er wordt de buitenbocht wordt geërodeerd en de binnenbocht, daar wordt sediment neergelegd. En nou ja, na een tijdje moet dan zoiets wel afsnijden, want het blijft niet doorgaan. En al dat sediment wat in die binnenbocht neergelegd wordt, dat heette dan kronkelwaarde. En die kronkelwaardafzettingen, die zijn relatief zandig. Maar eigenlijk is dit een iets te simplistisch beeld van meandering. En kijken we namelijk op satellietbeelden van een hele grote rivier in Bolivia. Ja, het gave aan die rivier is dat je hem letterlijk ziet verplaatsen door de tijd heen. Namelijk op deze, dit zijn allemaal satellietbeelden achter elkaar geplakt vanaf 1985 tot aan nu. En wat je daarin heel mooi terugziet eigenlijk, en ik zal hem nog een keer afspelen, is dat je hele scherpe bochten ook hierin krijgt, waarin bijvoorbeeld ook de binnenbocht erodeert. Nou, kijk bijvoorbeeld, ik zal hem nog een keer, want het is gewoon veel te mooi. Hier bijvoorbeeld, er vormt zich een bocht, maar vervolgens erodeert hier eigenlijk ook als het ware de binnenkant van die bocht en vindt er sedimentatie plaats aan de buitenkant. Zogenaamde buitenbochtafzettingen zijn dit. En die liggen hier zo als het ware op een rij. Ja, en die buitenbochtafzettingen die hebben hele andere eigenschappen dan die zandige kronkelwaard. Zowel in de gul zelf, in de riviergul zelf, als ja, buiten hè, op de overstromingsvlakte. Nou, natuurlijk, dit is geen beeksysteem. Dit is een enorme rivier met enorm veel afvoer. Maar ook ja, van die grote rivieren kunnen we ook leren voor de vormen van de kleinere systemen. En hoe dat scherpe bochten veel voorkomend zijn, dat is uitgebreid beschreven in het handboek Geomorfologisch Beekherstel. Onder andere hoe die vormen ontstaan zijn. Dat is gebaseerd op mijn promotieonderzoek, wat ik in verschillende beeksystemen in Nederland gedaan heb.
En afhankelijk van de ondergrond die je in die beeksystemen hebt, ja, krijg je verschillende soorten patronen en dynamiek. Maar wat ze allemaal wel heel erg gemeenschappelijk lijken te hebben, wat je in veel systemen ziet, is dus dat ze behoorlijk scherpe bochten hebben. En dat is wel een belangrijk aspect voor beeksystemen. En ook goed om in het achterhoofd te houden. Wat is er nou zo bijzonder dan dus aan die scherpe bochten? Nou, dat had ik zo al kort genoemd. Je hebt de zogenaamde buitenbochtafzettingen. En hier zie je een mooi plaatje van de keersop, een scherpe bocht daar. En wat gebeurt er met de stroming? Die komt hier van links aan. Die botst tegen een slecht erodeerbare oever. En die gaat hier circuleren, als het ware. En in die circulatiezone ontstaat een vrij rustig milieu, waar ook heel fijn sediment tot afzetting kan komen. Oftewel heel kleier en wat organische afzettingen. En je ziet dat die ligt in de buitenbocht. Dat is een hele ander soort afzetting dan je normaaliter in de binnenbocht vindt, die vaak veel zandiger is. Nou, hier, ik was laatst toevallig bij de Gul met studenten. En daar zie je zo'n circulatie. Jullie zijn allemaal wel bekend met dit soort neren. Die je in beeksystemen tegen kunt komen. Nou, die neren die zijn dus onderdeel vaak van scherpe bochten. Of als er inderdaad hout in de beek ligt, kan dit ook ontstaan. En daar krijg je die fijne afzettingen achter. Er zijn allerlei, afhankelijk van hoe scherp die bocht dan wel niet is, kun je verschillende soorten van die afzettingen krijgen. Dus er zit ook nog variatie. Als die scherpte varieert, kun je verschillende soorten samenstelling van materiaal krijgen. Maar algemeen zien we eigenlijk dat die scherpe bochten ontstaan, omdat het materiaal van de oever relatief moeilijk te eroderen is voor de beek. Hoe kan dat? Veel beken hebben simpelweg relatief weinig energie om de oevers te eroderen. Er groeien al gauw planten of de oever is simpelweg relatief kleier of vener. En juist om die reden ontstaat een scherpe bocht. En dat verklaart dus ook dat we in beeksystemen veel scherpe bochten zien. En je vindt ze ook in de allerkleinste systemen. Dit onderzoek door Maarten Kleinans van de Utrecht Universiteit laat zien dat ook op de Schoor in de Westerschelde, daar zien we eigenlijk die hele scherpe bochten ontstaan. Ja, en dan kun je met een tracervloeistof ook die terugstromingen daar heel mooi in kaart brengen. Dus ook hier zie je dat scherpe bochten heel veel voorkomend zijn. Nou, hier nog een keer dezelfde rivier die ik net liet zien. Maar nu aan de linkerkant zie je eigenlijk overal waar de blauwe kleur verschijnt. Dat zijn dus die buitenbochtafzettingen. En in de rode kleur, dat zijn de normale kronkelwaarden. De normale binnenbochtafzettingen zoals we die kennen van dat klassieke model van meandering. Nou, hier zie je dus gebeuren dat er in zo'n buitenbocht, daar ontstaat zo'n circulatie. En daar wordt heel kleinig materiaal ingevangen. Dus je krijgt daar een heel ander substraat als het ware. Relatief wat rustigere condities, waardoor die klei daar ook kan bezinken. Nou, omdat dit soort plaatjes gewoon fantastisch zijn, hier even weer op een andere manier. En ook hier zie je weer die blauwe kleur volop. Als afzetting langs die rivier. Dus je moet nagaan dat als je hier nu een boring zou zetten, dat het relatief kleiig materiaal is wat je daar tegen gaat komen. Terwijl als je een boring zou zetten in die rooie zones, dat dat relatief zandig materiaal is. Dus zo wordt die overstromingsvlakte van grote rivieren bepaald. En op een langere tijdschaal, als je te maken hebt met een beeksysteem die ook hier en daar wat dynamiek kent, die zijn er niet heel veel in Nederland, maar die zijn er wel, dan heb je vergelijkbare vorming van die overstromingsvlakte. Ook in de Waal bijvoorbeeld, het is toch COP, beken en rivieren, dus ik wil ook zeker even de rivieren uitstippen. Recent heb ik hier onderzoek gedaan bij de Waal met een masterthesis student. En ook hier zie je een hele scherpe bocht. En eigenlijk was het, even kijken, als we dan naar de hoogtekaart gaan kijken, hier van de Waal, dan zie je dat hier een soort kronkelwaardsysteem ligt. En
De archeologen hebben hier naar de Romeinse afzettingen op de stuurwal gekeken. En wat zagen ze? Die Romeinse afzettingen die verplaatsten zich van zuidoost naar noordwest. Maar dat konden ze eigenlijk helemaal niet verklaren. En ja, toen ik zelf naar dit hoogtebeeld keek, toen dacht ik, wacht eens even, dit is zo'n buitenbochtafzetting. Terwijl, als je hier als in eerste instantie naar zou kijken, zou je denken, ja, dit is gewoon een mooie kronkelwaard van een waarschijnlijk een afgesneden bocht die hier ligt. En dit is gewoon een binnenbochtafzetting. Dit zijn we gaan dateren. Op deze locatie zijn we gaan boren. Het was ontzettend kleiig materiaal in die kronkelwaard. En ook hier zien we dus leeftijden. Dus BP is before present. Hè, voor nou ja, hè, vandaag de dag. 2300 jaar geleden. Hè, op dit stuk tot 1300 jaar geleden. Hè. Dus dat dekt ook die Romeinse tijd. En ja, dit was dus de richting waarin deze bocht zich uitgebouwd heeft. En hier zie je dus een dergelijke buitenbochtafzetting. En langs deze kant heeft hij zich gevolgd. Dus als het ware, als je dat schematisch weer zou geven, hier de stuurwal in bruin en hier liggen die buitenbochtafzettingen als een heel kleinig pakket langs die stuurwal, waarin het hier eigenlijk overgaat in de klassieke binnenbochtafzettingen, de kronkelwaardafzettingen. Ook in zo'n Barneveldse beek, waar ik laatst was, kleine Barneveldse beek, waar de studenten hier staan, hier een scherpe bocht gelegen. Ja, daar waar die studenten hier in die buitenbocht staan, zou je daar een boring zetten, dan zou het wel eens, nou, best wel wat organisch kunnen zijn. Misschien zelfs hier en daar wat kleier. Ook dit is een soort van buitenbocht afzetting als het ware. Ja, en rivieren kunnen heel tortueus zijn. Hè? Dus door die scherpe bochten die zich heel makkelijk vormen, kunnen ze dus ontzettend kronkelige patronen krijgen. Nou, die Dommelrivier bijvoorbeeld. Nou, de eerste keer dat ik daarheen ging en probeerde daar een touw aan vast te knopen, ik begreep er niet heel veel van. Want wat zijn dit nou voor bochten die je hier ziet op die historische kaart? Dat is één grote, ja, slingertoestand als het ware. En dat zie je ook in rivieren over de hele wereld. Heel anders dan meer, ja, gewoon de klassieke sinueuze vormen die we van andere rivieren kennen. En om deze dan even uit te lichten, hè, in die Dommel, even wat we daar ontdekt hebben. Van, nou ja, hier ligt zo'n afgesneden bocht vlakbij Sint-Oederode. Die is daar nog steeds te vinden. Heel anders dus dan zo'n klassieke meanderbocht, hè, waar je heel mooi die kronkelwaarden binnenin ziet liggen. Nou, dit lijkt er in de verre westen niet op. Nou, daar heb ik heel wat boringen gezet. Om helemaal in kaart te brengen van, ja, waarom is die bocht nou zo ontstaan? En waar we eigenlijk achter kwamen is dat als je, nou, je de boringen allemaal zo plot en je kijkt van, nou, is er nou met name veen en klei wat je tegenkomt of is het met name zand, dan zie je dat die Dommel zichzelf eigenlijk helemaal vastgekronkeld heeft hier tussen de kleiige en venige lagen die ook in het dal veel voorkomend zijn. Afkomstig van onder andere die klei van de Brabantse leem die in het gebied te vinden is. En je ziet dus eigenlijk dat het een soort van, ja, gezigzag is tussen die hele kleiige afzettingen. Dus dit waren bijvoorbeeld, nou, een aantal van die boringen die we daar, materiaal wat we daar vonden. En ja, eigenlijk zie je dus dat die Dommel zichzelf heeft vastgelegd in zijn eigen hele kleiige afzettingen die onder andere ontstaan door die buitenbochtafzettingen. Dus zou je dat in een soort van conceptueel plaatje tekenen dan, en die gaat over de tijd meanderen. Nou, vergelijkbaar met die hele grote rivier in Bolivia, maar dan voor de Dommel die veel minder energie heeft en eigenlijk niet zo goed is in staat om dat klei weer op te ruimen, wel af te zetten, maar niet op te ruimen. Dan zie je dus eigenlijk dat hij zichzelf in die, ja, afgesneden venige, kleiige lagen zichzelf vastlegt. Dus, afgesneden bochten zichzelf vastlegt. En zo ontstaat dus eigenlijk zo'n heel kronkelig patroon met hele scherpe bochten. Het proces van, ja, zelfvastlegging als het ware. Nou, dit herkennen we voor veel riviersystemen op de wereld die, ja, vergelijkbare energie hadden als het Dommel ten opzichte van ook de
de oever sterkte. Ja, en dan heeft een collega van mij, Tjitske Geertsma, zij heeft alweer onderzoek gedaan naar meer de hydraulica in die bochten. Met de ADCP gekeken van, ja, maar hoe zit het nou eigenlijk met de opstuwing? Zo'n scherpe bocht, dat kan wel eens heel veel opstuwing geven. Maar ze, uiteindelijk na heel veel metingen kwam ze erachter dat, ja, dat er nauwelijks sprake is van extra opstuwing door scherpe bochten. En dat ja, is waarschijnlijk te verklaren omdat mogelijk door en de diepe kuilen, hè, dus je hebt een relatief groot doorstroomoppervlak, of simpelweg omdat de stroming er ja, sneller doorheen gaat. Ja, wat is nou precies dan een scherpe bocht? Want ja, hoe zou je dat dan definiëren? Nou, dat hebben we ook beschreven in het handboek. Hè, dus als je de rivier zou nemen, dan zou dit als het ware de bochtstraal zijn. Dus dit is de bochtstraal. Ja, of je in een kleine rivier kijkt of een grote rivier, dat maakt uit. Dus die bochtstraal zul je moeten corrigeren voor de breedte van de rivier. Dus als je de bochtstraal deelt door de breedte van de rivier, en je komt dan op iets, een getal kleiner dan 2 uit, dan zeggen we van, nou, dan heb je echt een scherpe bocht. En dan heb je dus een hele grote kans op ja, die neren en die terugstromingen. He, dus dat is een soort grens wat ook blijkt uit ja, experimenten in laboratoria, waarin rivieren nagebootst worden door collega's van mij, waarin ze zeggen van ja, dit is een soort van grens voor scherpte van die bochten. Nou, zoals ik al zei, van, he, de scherpe bochten zijn eigenlijk heel veel voorkomend in, ja, in natuurlijke beeksystemen. Zowel venige systemen zoals zo'n Drentse A als ja, zo'n dommel, wat bestaat uit heel veel verschillende afzettingen, of, maar ook systemen die ja, zich helemaal niet verplaatsen, maar waar simpelweg, nou, ik las ook net de bever, iemand opper de bever, ja, een bever die actief is, die, een boom valt in het water, de bocht moet er omheen, ook dat leidt vaak tot scherpe bochtenvorming. Dus het is een heel veel voorkomende ja, patroon van beeksystemen. Ja, en dan eigenlijk de brug naar ja, die ecologische potentie. Dus je zou kunnen zeggen van, ja, ze behoren tot dat natuurlijke beekpatroon. Er ontstaat heel veel diversiteit in stromingscondities en substraat. Toch is de scherpe bocht niet meteen iets waaraan gedacht wordt van, hé, dat is iets ja, wat nou ook die variatie kan brengen. We denken vaak aan dat dode hout, aan natuurvriendelijke oevers, dat soort zaken. Maar juist de vorm zelf van de beek zou ook, ja, die ontstaat natuurlijk ook uit zichzelf. Hè, dus na aanleg zal die uit zichzelf ook, hoop je, ontstaan. Ook dat zou je kunnen meenemen als ja, mogelijk ecologisch potentieel. Zelf wat door de literatuur ja, heen gegaan, en ook daar vond ik een interessante studie. Wat vonden zij nou bij gulvullende afvoer in de rivier in de VS? Zagen ze eigenlijk dat de meeste vis zich schuilhield, ja, tussen vegetatie, maar ook in die eddies, in die neren, in die scherpe bochten. Juist die scherpe bochten in die terugstromingen, hè, dat waren de schuilplekken om te voorkomen dat ja, die hele beek als het ware leegstroomt, dat al het leven eruit spoelt. Dus mogelijk dat ook dit, ja, die scherpe bochten, goede schuilplekken kunnen zijn, samen met die vegetatie, ja, voor het leven wat in die beken zit. Nou, daarmee wou ik ook de, ja, de presentatie doorgeven aan Mieke. Om ook haar kant van dat verhaal vanuit de ecologie daarin met jullie te delen. Ja, hoe kunnen scherpe bochten er in de praktijk dan uitzien? Ik heb een paar voorbeelden, het zijn gewoon willekeurige voorbeelden van plekken waar ik de afgelopen maand geweest ben voor veldwerk. Nou, hier zie je het routinepunt van de beers op de Campina. Dan zie je in de op de foto dan niet zo, maar je ziet daar een terugstroming in de scherpe bocht, waardoor daar ook een diepe kuil
uitslijt. Volgende dia alsjeblieft. De Essenstroom is een ander voorbeeld. Die is een jaar of 7 geleden hersteld. En daar zijn ook een paar scherpe bochten in aangelegd. Hier zie je zo'n zandbank ontstaan. En wat ondiepere stukken waar dan emerse vegetatie kan groeien. En daarachter, dat is de bovenste dia, zie je dan ook weer een diepe kuil en een rustiger stuk liggen. Volgende dia. De Espeloop, dit ligt er al jaren zo. Dan ontstaat er weer een zandbankje midden in de beek. En daar blijft wat hout aan liggen. En nou, we hebben nu 3 verschillende beken gezien op scherpe bochten. En daar kunnen dan weer al die zorgen voor veel variatie. En dat is weer goed voor allerlei macrofauna soorten. Want bijvoorbeeld linksboven is een kokerjuffer die graag op het hout zit. Rechtsboven is een harig schrijvertje wat zich dan in de holle oevers of in de buitenbochten kan verschuilen. Linksonder zie je een mosselrandje wat van stromend en zuurstofrijk water houdt. Dus die gaat in de wat sneller stromende delen zitten. En rechtsonder zie je een eendagsvlieg die zich graag ingraaft in kale zand of grindbodem. Volgende dia alsjeblieft. Ja, beekherstel kan snel gaan. De beekloop bij Westerhoven, dat was een rechtgetrokken beek met best wel wat detritus op de bodem. En die lag in open landschap. En een jaar of 10 geleden is daar een oude meander aangetakt. Daar lagen ook wat scherpere bochten in. Maar hij ligt ook in het bos en hij is ondieper en smaller. Dus er komen meerdere maatregelen bij elkaar. Maar je zag wel al snel dat de substraatvariatie daar toenam. En volgende dia. En als er dan ook nog bronpopulaties in de buurt zitten. En die zaten in de beekloop zowel boven als beneden stroomt van het herstelde project. Dan zie je dat de EKR-score heel snel kan toenemen van matig ontoereikend naar goed tot zeer goed zelfs. Volgende dia. Maar voorwaarde is wel dat je de morfologie dan kunt vergroten. Als mede dat er dus echt wel bronpopulaties van echte beeksoorten, en daar zie je hier weer een paar voorbeelden van, die moeten wel aanwezig zijn. Iets anders wat deze winter opviel tijdens het rapporteren was de stijging van de bovendommel. Dat is van waar die van België, Nederland binnenkomt tot aan Eindhoven. Die was ineens, die scoort al jarenlang matig en ineens scoorde die goed. En bij nadere analyse bleek dat, dat er weinig soorten voorkwamen, maar 35 tot 40 verschillende soorten, wat een beetje aan de lage kant is. En volgende dia. De meeste soorten bestonden uit vlookreefjes. Of het grootste percentage was vlookreefjes. Dat is wel normaal in een laaglandbeek. En de andere kwamen we vooral typische kenmerkende soorten tegen. Maar allemaal in lage aantallen. En dat bedoel ik echt mee 1, 2 of maximaal 3 exemplaren. Nou, al deze monsters zijn 3 weken zijn genomen 3 weken na die piekafvoeren van de afgelopen zomer. En alle algemene soorten zijn mee naar beneden gespoeld. En zelfs veel kenmerkende en stroomminnende soorten zijn ook mee naar beneden gespoeld. Waardoor je dus alleen typische beeksoorten overhoudt, ook al is dat dan in lage aantallen. En daardoor ga je ineens heel goed scoren. Ja, wij willen de stelling poneren of met jullie over discussiëren over: zouden haakse bochten kunnen helpen in het creëren van een schuilplaats en zo positief voor de ecologie kunnen werken? Volgende dia. Ja, het grootste deel van de monsters die wij nemen zijn zogenaamde routinemonsters of KRW-monsters. En daar kun je vaak geen conclusies uit trekken of een bepaalde maatregel nou welk effect een bepaalde maatregel heeft. Maar een jaar of 10 geleden, toen we het voor de eerste keer hout inbrachten in de tongelreep, toen hebben we elk habitat apart bemonsterd. En wat je toen zag, is dat de inheemse vlookreefjes, dat is Gammarus pulex, roeseli en Echinogammarus, dat die zich vooral in de planten en in de holle oever ophielden. En daar kunnen ze natuurlijk schuilen en daar zit ook meer voedsel. En het
exotische flowkreeftje, die wel al heel lang in Nederland is. Gammarus tichinus, die werd vooral naar het kale zand verdreven. Nou, dan is die natuurlijk een makkelijke prooi en heeft die ook zelf weinig voedsel, omdat er niet zoveel voedsel in het kale zand zit. Ik kreeg toen de indruk dat systemen die in balans zijn, en hoe meer hersteld het systeem is, hoe beter de inheemse populaties de exoten kunnen weerstaan. Die mogen er dan ook wel zitten, maar die kunnen zich dan niet massaal gaan ontwikkelen. En dat denk ik ook terug te zien in het dat de Gammarus tichinus zich steeds meer is gaan terugtrekken, met name in die herstelde projecten. We komen hem gewoon steeds minder tegen in het herstelde gebieden. Volgende dia. Wij willen graag met jullie discussiëren over scherpe bochten hebben grote ecologische potentie. En vissers wisten dat natuurlijk al, want die gooien hun hengel daaruit in de diepe kuilen in de buitenbocht. Want daar zitten vissen te rusten en of te wachten op voedsel wat langskomt. Volgende dia. Ja, wij willen jullie danken voor jullie aandacht, ook namens Jasper. En ja, we kunnen nu over naar de discussie. En misschien is dit dan wel een goede start voor meer een idee van. Vaak krijgen we toch de vraag van, nou, hoe leg je nou zo'n beek aan? Waar begin je? Dat is, kan heel praktisch zijn van graven de bocht linksom of rechtsom. Misschien is dit dan wel een aardige vraag van hoe je daar zelf over denkt. En dan gaat het hier met name over hoe je dat voornamelijk zou doen. Het is natuurlijk altijd een compromis. Als de mensen zelf zouden mogen kiezen, waar zouden ze dan voor kiezen? Als je na moet denken over het weer laten slingeren van een beek tijdens beekherstel.